Het zijn de laatste seconden voor de nieuwe wereldkampioen achter de grote motoren bij de professionals, Martin Fenix. Daar is het uur voorbij en het schot zal klinken bij de passage van de laatste ronde. Norbert Koch, Martin Fenix, daar gaat het pistool omhoog. Nog één toer, zegt de scheidsrechter. Fenix heeft het bord gezien, heeft omgekeken, heeft de situatie volledig in de hand. Zit nu vlak achter Kees Dam. En hier is hij, de wereldkampioen, die de baan als de beste kent. Daar is het schot, wereldkampioen 79, Martin Fenix achter Nopkop. Als tweede gaat eindigen de Duitser Wilfried Pepken, die daarmee zijn wereldkampioenstrui af moet staan. Na zijn titel in München zal hij tweede worden. En Kees Dam is aankanter voor het derde hier in Amsterdam. Eén dus, Fenix, hier in uw beeld. Blij, een goede bekeken race gereden. Vanaf de kop, in het hoge tempo, zoals het hoort. Dat waren nog eens goede tijden. U zag zwart-wit beelden vanuit het Olympisch Stadion in Amsterdam, waar jaren geleden duizenden Nederlanders wekelijks naartoe kwamen om wielersport en dan van de bovenste plank te mogen aanschouwen. Wielersport van de bovenste plank, en dan hebben we het uiteraard over wielersport achter de grote motoren. Weet u nog, in 1979, het wereldkampioenschap werd in Amsterdam georganiseerd en wereldkampioen werd toen Martin Fenix, achter gangmaker Norbert Koch. Naast mij ziet u ook de regenboogtrui nog van Martin Fenix uit dat roemruchte jaar 79. Het Olympisch Stadion, op het ogenblik natuurlijk veel in opspraak, heeft inmiddels niet meer de mogelijkheid om op de baan dit soort wedstrijden te organiseren. Maar daarvoor in de plaats is een mooi alternatief gekomen. Kennen wij het criterium der Azen, de Grand Prix de la Libération. Inmiddels kennen wij ook in Nederland, in ons eigen Amsterdam, het Teleport Dernier criterium. Na het succes van de eerste editie komt er natuurlijk ook een tweede,